Hallo, ik ben Eve van Cohousing Projects. Ik heet jullie van harte welkom op deze tweede masterclass Wonen in de Cohousing, waarbij we voornamelijk gaan focussen op het gebruik van de gemeenschappelijke plek. We laten drie ervaren cohousers aan het woord uit drie van onze projecten. Enerzijds hebben we Veerle uit Cohousing Drommen, Sarah uit Cohousing Kerselaar in Oostak en Kathleen uit het Cohousing Project in Wimmerhouten. Het is natuurlijk bijzonder dat we in deze lockdown-tijden het gaan hebben over wonen met gemeenschappelijke delen, waar het normaal gezien bruist van de activiteiten en de mensen. Daarom vroegen we eerst aan onze panelleden hoe zij deze tijden beleven in hun project en of er iets bijzonders is wat ze meegemaakt hebben de afgelopen week. We beginnen met Cohousing Drommen en Veerle, die vertelt hoe ze daar hun eigen corona-kleuterklasje opgestart hebben, zodat er een beurt over de opvang van de kinderen is. En het werk-kind-combinatie perfect haalbaar bleek. En ze tegelijk bij hun kinderen heel wat nieuwe talenten ontdekten. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Maar ik was ook blij om te zien dat ze met meester Peter, die schrijnwerker is, mijn buurman, dat ze ook niet bang was van de heavy machinery als ze vogelkastjes aan het maken waren. Allee, ik kreeg dat binnen via de WhatsApp, terwijl ik thuis aan het werken was. Dat was hun activiteit. En hij zei, ja, Rosanne, het is wel een prinses meestal, maar ze is toch ook niet bang van die zware tools. Ze mag zeker op stage komen, want ze doet vrij graag houtbewerking. Dus ja, al die kleine dagelijkse dingen komen wel binnen en maak je wel dankbaar. Dat je die omgeving hebt, die buren die ook de verantwoordelijkheid nemen voor andere mensen, hun kinderen. En ja, eigenlijk een beetje de lasten en de lusten ook wel delen. Het is eigenlijk echt een mooi voorbeeld van hoe dat wij het samen eigenlijk wel zo aangenaam mogelijk maken voor iedereen, denk ik. Om het vol te houden, want het is sowieso niet evident. Maar dit maakt wel veel goed, vind ik. Ja. Hebben jullie speciale afspraken gemaakt? Vooral zorgen we voor een goed ritme. Hè. We beginnen altijd om 8:30 tot 5:00 zelfs. Dus iedereen die niet van opvang is, die dag kan een gewone werkdag hebben. Ze nemen zelfs hun boterhammetjes mee, dus ze lunchen ook samen. 4 uurtjes, 10 uurtjes, ze bakken samen. En qua afspraken, ja, ze gewoon op tijd komen like op school. Het zorgt wel voor structuur. En die kinderen houden dat eigenlijk heel goed vol. Ze vinden dat eigenlijk al doodnormaal op dit moment. Dus dat is wel fijn. Ja. En is er nog geen schoolbel geïnstalleerd in Provenu? Nee, dat nog niet. Het blijft luchten. En ze mogen ook verkleed naar school komen. Maakt allemaal niet uit. En het is eigenlijk, we zorgen wel voor activiteitjes, maar eigenlijk de helft van de tijd spelen ze eigenlijk gewoon samen. Maar ik zeg het, we halen dan wat speelgoed van de ene een keer een dag, like de trein van Andres of Rosanne haar poppen of haar keukentje en haar winkeltje heb ik nu ook in het paviljoen gezet en daar wordt wel gretig gebruik van gemaakt. Ja. Allee, ze kunnen daar echt zich uitleven. Ja, super. Oké. Sarah, je hebt ook een foto doorgestuurd? Ja, iets minder goed gelukt. Ik zal zeggen wat je ziet. dat is een leeg wijnglas met daarin een kaartje dank u buurvrouw en dat stond een week geleden aan mijn deur, want een avond voordien was een buurvrouw van mij thuisgekomen van de begrafenis van haar tante die gestorven was en zij had een hele bizarre begrafenis achter de rug waar haar moeder en haar zus op 1,5 meter van haar stonden te wenen en ze konden elkaar niet knuffelen. En ze zei, zij is alleenstaande mama van 2 kinderen die bij ons op de hof wonen. En ze zei, dat maakt voor mij zo'n verschil dat ik nu thuis kom en dat ik hier direct volk op het paadje tegenkom, maar dat ik op veilige afstand een keer gewoon mijn hart kan luchten en dat kan vertellen. En s'avonds had ik goesting in een glas wijn en ik stuurde naar een bericht. Buurvrouw, ik zal een glas wijn aan uw deur zetten als je goesting hebt. En dus ben ik haar een glas wijn gaan brengen en 's morgens stond het afgewassen glas wijn terug aan mijn deur. En dat is hoe dat wij het nu doen, want wij zijn een veel groter cohousing project. Als wij de kinderen samen zouden opvangen, dan hebben wij grotere klassen dan nu. Allee, dan een gewone klas zou zijn. Dus dat is voor ons helemaal geen optie. Wij kunnen elkaar eigenlijk niet helpen. Maar doordat wij een cohousing project zijn, voor mij het grote verschil is, elke avond zie ik volk, maar ook overdag.
Wij hebben afgesproken, de dag is in slots van halve uren verdeeld. En daarin kunnen de gezinnen inschrijven, een slot boeken om de grote tuin te gebruiken. Waardoor er maximum 2 gezinnen tegelijk in de grote tuin zijn. En dat ze wel een keer goed kunnen gelost worden als jonge hondjes. En dat ze kunnen spelen. Maar dat er geen gevaar is op elkaar besmetten. Want er zijn nog veel ouders. Er is iemand die in de zorg werkt. Er zijn er die wel nog naar hun werkplaats gaan. Dus er zijn veel mensen die wel nog contact hebben buiten de co-housing met anderen. En het zou niet volgens de regels zijn, moesten wij dat hier gewoon zo wat ons goesting doen. Maar het is dus echt wel een verschil, omdat wij nog heel veel mensen heel de tijd tegenkomen. Als ik de enquête die op dinsdag wordt verstuurd invul, is dat heel confronterend. Dat ik, hoeveel mensen heb je deze week gesproken? En dan moet ik een 30-tal. En dat lijkt alsof ik overal mijn laars aan lap, maar dat is helemaal niet zo. Wij komen gewoon elkaar tegen en dat is voor mij, ik merk het verschil met mijn familieleden, een gigantisch verschil. Ja. Oké. Okay. Kathleen? Ja, wij hebben inderdaad ook een grote co-housing met 19 gezinnen. En sinds de corona was er in het begin. Er zijn wel wat verschillende ideeën geweest tussen de buren. Wie heel strikt wou zijn met afspraken en heel gedetailleerd. En wie dat dan minder wou doen. En dan hebben we eens een keer een coronameeting gedaan in open lucht. Op veilige afstand om daar eens over te praten. En dat was eigenlijk wel zeer goed dat we dat gedaan hebben. Dus zelf gebruiken wij momenteel het paviljoen bijna niet. Maar de kinderen dus mogen ook eigenlijk niet in het paviljoen komen, maar ze spelen buiten wel in de gemeenschappelijke tuin en dat maakt echt wel een gigantisch verschil dat we die tuin hier hebben. Dus de grotere kinderen respecteren wel min of meer die social distancing, maar ze spelen wel met andere kinderen, maar in beperktere groep. Voor de hele kleintjes is dat eigenlijk niet echt vrij haalbaar. En ja, we hebben dan ook wel aanvaard dat die samen spelen. En de luxe van zo'n co-housing tuin is dan eigenlijk wel fantastisch. Want een van de buurvrouwen met kleine kindjes zei ook van... Ah, ze hebben een week aan de klimtoren gespeeld. Een week aan de boomhut die je hier op de achtergrond ziet. En nu zijn ze een week in de zandbak. Dus dat maakt eigenlijk wel voor de kinderen fantastisch voor de kleintjes. Voor ons als gezin ook, ja, eigenlijk, het is eigenlijk om te zeggen, ik ga ook wel nog geregeld naar mijn werk, maar de sfeer thuis is eigenlijk positief. We zijn ook begonnen eigenlijk met, in plaats van gezamenlijk te eten, dat de kokers toch koken en dat iedereen zijn eigen schotel in het paviljoen zet. En zo gaan we toch door met het gemeenschappelijke koken. Oh, en de foto's die ik hier doorgestuurd heb, is ook van... Normaal gezien hebben wij altijd op paasmaandag een paasontbijt. En de kinderen, ja, wij wonen daar ondertussen 8 jaar, zijn echt al op zo van die dingen die elk jaar terugkeren. Al heel hard eigenlijk gewoon, ze staan daar ook op. Dus ze waren daar echt allemaal verdrietig om, dat er geen paasontbijt was. En dan uiteindelijk is er een volwassene en 2 kinderen... die dan een zoektocht georganiseerd heeft per kind. Dus we kregen eerst dus een envelop met die puzzelstukken. En die puzzelstukken, bij ons was dat, wij moesten naar de Boeddha. Dus in Vinderhouten is er ergens een houtbedrijf. En die hebben een grote Boeddha staan aan hun oprit. Dus wij wisten dat direct. En daar zat dan verstopt waar dat dan uiteindelijk de paaseieren lagen bij ons in de co-housing zelf. En bij ons was dat wel een kleine uitdaging voor onze 2 jongens. Want het was bij ons het plonsbad. En zelfs in het plonsbad was de grote haas verstopt. Maar dat was wel een beetje misgegaan. Want de zak waar dat in verstopt was, had toch water doorgelaten. Dus... maar het was wel heel tof op die manier dat ze toch eigenlijk naar eieren konden zoeken. Ja, de traditie kon blijven doorgaan. Ja, voilà. De traditie op een andere manier kon toch blijven doorgaan. Zo. Ja. Misschien eventjes overlopen per project welke zaken jullie gemeenschappelijk hebben. Vele Kozing Drongen is een klein kozingproject met 6 woningen.
Maar jullie hebben toch een aantal gemeenschappelijke delen, hè? Ja, hier zie je de leefruimte. Ja, die is een beetje als een hele grote living ingericht. En dan hebben we daarnaast nog een kleinere ruimte. Waar dat de speelkamer zogezegd is en tv-kamer. Er staat een hele grote tv. Daar wordt ook wel veel gebruik van gemaakt voor de kinderen. Alleen vooral voor de kinderen eigenlijk. We hebben nu zo'n Chromecastje. En iedereen met een smartphone kan eigenlijk YouTube-filmpjes en dergelijke in het paviljoen spelen of van alles afspelen voor de kinderen. Hier zie je ook onze inkom, maar die wordt eigenlijk niet zoveel gebruikt. Iedereen komt altijd langs de achterdeur in feite bij ons. Die hang wordt ook gebruikt als opslag voor buitenspeelgoed. En hier onderaan zie je in de hoek ook ons atelier. Waar dat ook enorm veel buitenspeelgoed staat, maar ook heel veel materiaal dat gedeeld wordt. Ondertussen hebben we een tuinkot. Dus al ons tuinmateriaal staat niet meer hier in het atelier, maar buiten in een kotje. Dat ze in zelfbouw ook gezet hebben. Nu de voorbije maand is er hier ook wel veel werk gebeurd. Nou, we zijn een schutting aan het zetten. De mannen zijn allemaal thuis, dus eigenlijk is elke zaterdag werkdag. Gezien de omstandigheden, ze doen dat maar met twee meestal, dus dat gaat wel vooruit. En met de vooruitzichten dat we hier allemaal gans de zomer gaan zijn, is dat wel goed dat al die tijd naar zulke dingen kan gaan eigenlijk. En dat iedereen dat wel ziet zitten. De zandbak zal nu ook opgestart worden, heb ik gezien. Zijn er plannen voor. Wat dat we nog delen is een wasplaats en een berging hier achter mij. Daar staan twee wasmachines, twee droogkasten. Maar slechts 3 van de 6 gezinnen maken daar momenteel gebruik van. Ook een hele grote frigo. We hebben onze drankvoorraad is ook gecentraliseerd. Mijn man doet dat. Heel af en toe in het weekend trekt hij naar de brouwer. Pakt hij allemaal bakken en leeggoed mee. En zorgt hij voor nieuwe gespecialiseerde biertjes en ook een vast aanbod. En dat wisselt wel de keer. En alle suggesties zijn altijd welkom. En eigenlijk wordt daar heel vaak gebruik van gemaakt. Je ziet hier af en toe buurmannen of buurvrouwen met een roemerke of buurmannen met 3 flesjes bier voor de avond passeren. Die daarvan op gaan genieten op hun eigen terras uiteraard. Maar je hebt hier een gigantisch aanbod, doordat van elk is er wel iets café voorzien. Café het paviljoen eigenlijk. Wat zeg je? Café het paviljoen eigenlijk. Café het paviljoen en ook aan brouwerprijzen. Hè. Dus als we een keer iets organiseren, als we zelf bezoek hebben, moet je ook niet van alles gaan aanslepen. Er is hier een groot aanbod. We werken met streepjes en als je gasten hebt, mag daar ook van gedronken. Het is ook niet de bedoeling dat je de frigo plundert met uw eigen privéfeestje. Straks gaan we daar een op in. Ik heb ook een foto van jullie legendarische biervoorraad. Ah ja, wellicht. Ja. En die komt straks. Het aanbod blijft groot alleszins. Kathleen, jullie delen ook een vrouwenelftal, zie ik. Ja, ik had inderdaad niet zoveel foto's doorgestuurd, maar ik kan wel eventueel, ik zit in het paviljoen, wel rondgaan. Ik heb nog wat foto's in de presentatie gestoken. Ah, ja. Dit is rechts zien we de buitenkant van het paviljoen. Ja, ideaal daar is ook wel het... we hebben eigenlijk een zuiderterras, wat absoluut op de... helemaal in de zon is. En dus hebben we soms ook wel eens nood aan het noorderterras, wat aan de andere kant ligt, dus wel als het vrij zonnig is. En dus onze meidenclub daar, die is in de eetruimte. Dus, en op de achtergrond zie je eigenlijk onze keuken. Dus we hebben een industriële keuken, waar we een deel tweedehands gekocht hebben en een deel nieuw. En vooral ook bijvoorbeeld de stoomoven is gigantisch positief dat we die ook hebben. En ook een afwasmachine industrieel, dat is ook zeer handig. En ook wel nodig als je voor meer dan 40 mensen kookt. Zoals Veerle zegt, hebben wij ook een drankvoorraad. Dus niemand heeft nog bakken bier in zijn eigen huis. Maar dat wordt geleverd door de brouwer. We hebben 2 logeerkamers in het paviljoen. En we hebben een bureau waar ik nu zit eigenlijk.
We hebben gemeenschappelijke wasmachines. We hebben ook een sportmuziekruimte in het paviljoen en een lounge met tv. En dan heel het paviljoen is ook onderkelderd, wat eigenlijk wel supergoed is dat we dat uiteindelijk gedaan hebben of moeten doen hebben, waardoor dat we eigenlijk heel wat koterij op het terrein toch zeker vermijden. Dus buiten de huizen op het terrein zijn er alleen fietsenstallingen. Dan ook nog een kot voor de handige Harry's, een sauna en dan een materiaalkot voor tuingerief. En het laatste wat we gedaan hebben in de co-housing is wat je hier onderaan ziet, is een plonsbad maken voor onze sauna. We hebben daar, ik zou maar zeggen, 605 ontwerpen gehad over een zwembad, een zwemvijver en zo verder. Maar uiteindelijk is het een plonsbad geworden. Dat is wel een typisch voorbeeld van consensus. Het heeft heel lang geduurd, maar nu is eigenlijk iedereen tevreden met het eindresultaat. Dus dat is zeker positief. Oké. Sarah, we zijn bij jou aangekomen. Ik woon in Oostakker, 16 woningen. Of 14 woningen, 2 appartementen. Ja. Dit is jullie paviljoen. Ja. Beneden zit een grote eetruimte en ook een industriële keuken. Ah ja, het is misschien makkelijker om het met de foto's te doen. Een wasruimte met, zoals je ziet, 4 wasmachines en 2 droogkasten. En ik geloof dat er, even snel denken, wie heeft er een eigen wasmachine? Pak dat er zeker 10 tot 12 mensen daarvan gebruik maken. Dat wil dus zeggen dat in het weekend wel een keer spitsuur is. Maar we weten dat ook. En mensen die in de week een dag thuis zijn, die doen echt wel hun best om dan hun was te doen in de mate van het mogelijke. En dat lukt dan eigenlijk wel zeer goed. Boven is ook een speelkamer voor de kinderen. Dat is het absolute succesnummer. Die is behoorlijk ruim. Maar die wordt zo vaak gebruikt dat dat eigenlijk zeker mocht. Een keer denken, beneden dus de eetruimte, een grote keuken en een berging waar ook een grote frigo staat voor allegorie voor als je feestjes hebt. En dan in de keuken zelf ook een hele grote frigo met ook weer die drankvoorraad. Dat wordt de vaste prik, dus aan alle andere groepen. Check. Dat is echt heel erg zalig. Er zijn daar... Iedereen is daar heel blij mee, maar er zijn ook wel veel mensen die zeggen ik drink weer veel te veel frisdrank en alcohol. Hè. Het is voorradig, je weet dat het daar is. En als je voor jezelf denkt, ik ga dat wat minder doen, blijft het daar wel. Dat is het nadeel, maar de voordelen zijn zoveel groter. Ook voor een feestje, ja, je kunt altijd iets aanbieden. Dat is heel fijn. En beneden hebben wij ook een atelier. Er zijn hier heel veel... mensen met skills. Er zijn hier houtbewerkers, fietsenmakers. Er wordt heel veel zelf in huis ook nog gedaan. En er zijn dan een aantal handige Harry's die ook wel bijvoorbeeld samenleggen voor een dure tool te kopen. Die dan zeggen, kijk, we gaan dat met ons 3 gebruiken. Maar als iemand anders dat wil gebruiken, kan dat zeker. Kom het dan eens vragen. Maar het is niet dat het daar dan staat voor iedereen, maar dat kan zeker ook gebruikt worden. Jullie hebben ook een bureauruimte boven. Juist. En ons bureau boven voor de thuiswerkers wordt ook zeer veel gebruikt. Ja. Oké, super. Dit is nog een foto van jullie eetzaal, waar je bovenin dan de kinderspeelruimte ziet, die daar komt aanpieten. Ja, daar zitten dus ramen tussen, waardoor dat je... de boel niet heel hard hoort, maar als het heel hard misgaat, wel iets hoort en dus wel een keer kunt gaan kijken. Dat is perfect. Dat is nog een foto van de eetzaal in Vinderhuizen, waar je rechts dan de keuken ziet met een toogmeubel. Handig om op te dienen. We zijn gekomen bij de vraag. Een van de vele vragen was, wat voor soort dingen organiseren jullie in jullie paviljoen? Zijn er dingen die vast terugkomen? We hadden het daarnet al over het paasontbijt van Kathleen. Dit is ook nog een terugkerend jaarlijks evenement in het paviljoen in Vinderhuizen. Ja, absoluut. Tint aan huis, dat is een website. Dus zeker een aanrader. Ook, ik denk, mocht je dat afschaffen, dan was het kot te klein. Ja. Hebben jullie nog dingen die terugkerend zijn, Kathleen?
sport in het paviljoen? Of, Ja, er zijn al heel wel wat dingen de revue gepasseerd, die dan daarna ook weer gestopt zijn. Dus yoga, we hebben nog eens genaaid en gestreken in het paviljoen. Nu is het hooidagen, hebben we ook voor de gemeenschappelijke tuin bijvoorbeeld. Wat ook iets terugkerend is in het paviljoen, en dat is wel plezant, is, dat zal misschien van het jaar wel anders zijn, is de vakantiefoto's. Dus dan moet iedereen een gerechtje maken van waar dat hij op reis geweest is. Dus een potluck systeem. En tonen we de vakantiefoto's. Dus dat is ook zeker plezant altijd. Oudejaar vieren we ook altijd samen. Dus ja, en ik moet zeggen dat zeker de kinderen daarop staan. Wat we ook elk jaar opnieuw doen, is een themaweekend. Dus we hebben al circus gehad, we hebben al sporten gehad. En dit jaar gaat het magie en hekserij zijn. Dus we gaan nu ook een manier zoeken. Dus dat is normaal altijd eind juni. Om het toch te laten doorgaan in een of andere vorm waarschijnlijk. Maar toch... Het is morgen of volgende week Team Sociaal, willen we eigenlijk toch wel nadenken van hoe gaan we het toch organiseren. Dus, ja. Maar als ik het hoor, is er niets wat echt verplicht is. Ik hoor je zeggen, er was een tijdje yoga en daarna is dat een stille dood gestorven, maar dat is niet erg, want dan zijn er andere leuke initiatieven. Ja, dat is zo wel. Er zijn veel dingen die organisch zijn. En we doen bijvoorbeeld ook soms geheim vriendje met kerstmis. En dan is dat een paar jaar niet. En dan is dat weer eens wel of onder een andere vorm. Dus het is inderdaad wel zeer vrijblijvend. Al de activiteiten die er zijn. En ja, eigenlijk de meeste mensen gaan wel graag. Dus... Normaal eten wij ook twee keer per week samen. Maar er zijn mensen die bijvoorbeeld bijna nooit samen eten, om allerlei redenen. En dat is oké, dat is eigenlijk geen enkel probleem. Ja, geen verplichte nummertjes. Nee. Nee. Bij jou, Veerle, zijn er daar... Wij hebben ook elke woensdagavond gemeenschappelijke maaltijd. En iedereen doet daar eigenlijk nog altijd aan mee. Zijn dat iedereen zijn beurt kookt. Voorlopig is er daar nog niemand... Die zij daar niet meer bij aansluit. Dat is ook heel, heel plezant voor uw week een keer te breken. Dus dat, ja, nu ligt dat wel stil natuurlijk sinds de crisis. Maar ik hoop dat we dat snel weer kunnen oppikken. Voorzichtig blijven natuurlijk. Andere dingen waren ook yoga op woensdag. Na de maaltijd werden hier yoga-sessies gegeven ook. Dat wordt ook weer opgestart binnenkort, hoop ik. En verschillende van de koppels doen mee, ook van de bewoners. Maar dat is ook open voor externe mama's van school en zo, uit de buurt. Die komen ook wel een keer een yoga-sessie meedoen. De paaseierenzoektocht is ook al de derde keer geweest nu. Dus dat begint inderdaad de traditie te worden. Een jaarlijks weekend doen we ook in de herfst. Dan is er iemand die een weekend ineenbokst en dan gaan we... Het is al een keer zonder kinderen geweest en al een keer met kinderen. Dus dat is ook wel leuk. Andere activiteiten... Ja, ik ben zelf actief in de lokale fanfare en die heeft hier ook al komen repeteren in het paviljoen en in de tuin. Dus dat is niet voor elke week natuurlijk, maar in de zomer doen we vaak uitwaartse repetities, heet dat dan. En dan installeren we ons ergens in een tuin. En hier is dat ook al geweest en iedereen is daar eigenlijk altijd heel blij mee. Ja. Een imkercursus wordt hier ook op veel donderdagen. Een van onze bewoners volgt een imkercursus en die... Ja, dat is dan wel een beetje verhuur van ons paviljoen, maar dat is een nieuwkomer, dat is een beetje kijken, dat was een beetje zoeken of dat we dat wel wilden om dat open te stellen naar externen. Want ja. Er eigenlijk maar één van de bewoners in die cursus volgt. Maar op zich in de week is het paviljoen vaak vrij. Dus hebben we daarin overeengekomen dat het paviljoen mag gebruikt worden voor externe cursussen door externen. Zij gebruiken ook onze frigo. En dan maken we daar een klein beetje winst op, maar die winst komt dan terug naar het paviljoen en de inrichting van het paviljoen bijvoorbeeld. Ja, dat zijn zo wat de zaken die nu
georganiseerd worden. En, ja, en zijn er vaste spelregels, als bijvoorbeeld iemand extern het paviljoen wil gebruiken bij jullie? Wordt wel een bijdrage gevraagd. Nu, bijvoorbeeld collega's maken ook soms gebruik van... bijvoorbeeld als je een teamdag hebt met je collega's, dan kan je daar zeker ook paviljoen voor gebruiken. Maar vaak bieden die dan wel zelf aan om iets bij te dragen. En, we hebben daar nu wel een tarief op geplakt van €25, dacht ik, per avond of per halve dag of zoiets. Ja. Maar dat is redelijk vrijblijvend en niet zo heel strikt. Maar op zich, voor die cursus bijvoorbeeld, is dat wel een regelmatige bijdrage dat dan eigenlijk terugvloeit naar het paviljoen. Het is niet dat jullie huurcontracten opstellen? Nee. Het blijft redelijk informeel. En er is altijd wel iemand van de bewoners heel nauw betrokken, bijvoorbeeld met de fanfare of de cursus, ja. En die dan verantwoordelijk is ook waarschijnlijk als aanspreekpunt achteraf. Ja, en ja, eigenlijk loopt dat heel vlot, want zeker in de week wordt het paviljoen door ons zelf eigenlijk niet zo intensief gebruikt op weekavonden. Ja. In het weekend wel wat meer, maar eigenlijk heb ik nog nooit een dubbele boeking of zo had, zeker s'avonds. Alleen nu ook met corona, als je s'avonds paviljoen wil gebruiken voor een infosessie of zo, dat lukt wel. Hè. Ja. Sarah, hoe zit het bij jullie? Terugkerende activiteiten hebben wij eigenlijk niet zo heel erg afgesproken dat die terugkomen. Maar bijvoorbeeld wel, met Pasen is er bijna altijd wel iemand die iets organiseert. Er is al een keer een paasbrunch geweest. Er is denk ik al ene keer een paaszoektocht geweest. Ja. Maar zo niet iets dat bijvoorbeeld, zoals in Vinderhouten, alle kinderen weten, nu komt dat. Nee, dat hebben we niet. Ook de maaltijden, in het begin hebben we hebben onszelf nooit opgelegd van zoveel keer per week gaan we samen eten of koken. In het begin hebben we misschien zelfs een beetje krampachtig geprobeerd om dat toch zo wat in gang te krijgen. Maar de ervaring was dat heel veel mensen dat in de week als heel druk ervaarden. En met de kleine kinderen die dan toch vroeg in bed wouden en anderen die liever wat later wouden eten. En dat is zo een beetje een stille dood gestorven, maar wat dan wel naar omhoog ging, waren bijvoorbeeld brunchen en ontbijten in het weekend. En dat werd als veel gemoedelijker ervaren en dat doen we wel. Maar ook als iemand goesting heeft om dat te organiseren, dan wordt dat georganiseerd, maar anders niet. Het is dus heel... we hebben heel weinig kokers. Dat is ook een beetje een probleem. We hebben veel mensen die graag aanschuiven, maar weinig mensen die graag de boel... en dat is gewoon zo. Je moet dat dan als groep aanvaarden. Kijk, onze groep is nu niet zo. Ja, ik ben wel een koker. Ik heb dat veel keer gedaan, maar ja, op den duur, maar ik vind het dan ook niet erg. Dat is nu gewoon zo. En ja, ça va. Oké. Bij gemeenschappelijke maaltijden en zo komt ook altijd wat organisatie kijken. Misschien, Kathleen, jullie hebben wel vast een moment of een aantal dagen per week waarop jullie geëngageerd hebben van kijk, wij zouden graag zoveel keer per week koken. Hoe organiseren jullie dat praktisch? Ja, wij gebruiken een online platform, Podio. En eigenlijk daar is het zo dat mensen kunnen zeggen van voilà, ik ga bijvoorbeeld koken op 6 mei. En ik vraag iemand anders normaal gezien als hulpkok. En dan kunnen mensen zich inschrijven. En op basis van de inschrijving worden er boodschappen gedaan en achteraf wordt er ook afgerekend via een grote Excel-sheet, de Sanderis-sheet. Dus mensen eigenlijk betalen echt volgens de kost van de maaltijd. In het begin hadden we geen vaste afwassers die op voorhand aangeduid werden. Maar dat is zoals mensen ineen zitten. Je hebt de gewillige soort die zich altijd aangesproken voelt en dan degene die zich niet zo aangesproken voelt en vooral het leuk vindt om na te praten. En dus hebben we het dan in verloop van tijd toch noodzakelijk gevonden om ook op voorhand de afwassers vast te leggen,
Dus nu is het ook zo dat er dus op voorhand 2 afwassers moeten zijn voordat er gekookt wordt. En we zijn daar soms een beetje dwingend in. Dus in het forum zetten we dan van de maaltijd kan niet doorgaan als er geen afwassers zijn. Een beetje met een knipoog, maar toch willen we dat die rollen op voorhand vastliggen. Waardoor dat degenen die dan geen rol hebben op hun gemak kunnen zijn. Ja. 2 keer per week gaan we niet altijd inslagen. Voor de coronatijd zou ik zeggen. Maar toch wel vrij veel. We variëren ook van dagen. Dus het is echt volgens wie dat eigenlijk zelf zich geroepen voelt om te koken. Een voorbeeld wat we ook al eens een paar keer gedaan hebben. En dat was eigenlijk ook vrij tof. Is met een blok koken. Dus bijvoorbeeld, wij hebben altijd blokken van 3 huizen. En onze blok bijvoorbeeld heeft iets Indische avond gedaan. En dan echt zo met alles erop en eraan. Met de gepaste tafelkleedjes, decoratie, foto's, muziek. En dat is dan natuurlijk wel eens extra. Maar dus ja, dat doen wij ook soms wel. Ja. En je zei daarnet dat jullie een reservatiesysteem hebben. Een van de vele vragen is ook, hoe kan je een ruimte reserveren in jullie project? En stel dat er nu net iemand tegelijkertijd de logeerkamer wil gebruiken op hetzelfde moment, hoe los je zoiets op? Ja, we hebben wel wat het principe van, alles wordt eigenlijk bij ons, mijn online platform, dan Podio georganiseerd. Dus dat is zoiets zoals zo. Dat is voor mijn gevoel in een groot project absoluut noodzakelijk, dat je een soort intranetsysteem hebt. Dus eigenlijk alles wordt daarin geregeld, de verslagen staan daarin en ook de reservaties. Bijvoorbeeld als ik, het gaat allemaal wel een beetje nu niet doorgaan, maar bijvoorbeeld mei is natuurlijk een maand waar er veel lentefeesten, communies zijn. Dus dan reserveer ik een moment. Bijvoorbeeld, ik had vastgelegd 17 mei om het paviljoen privé te gebruiken. En dus we hebben 2 soorten reservaties, privé. Dus dan wil je dat er niemand eigenlijk binnenkomt. Of we hebben ook wel heel veel fuifjes die er al geweest zijn van mensen die jarig zijn. En dan is het eigenlijk traditioneel dat heel de co-housing uitgenodigd is, of misschien in het begin zo'n beetje zichzelf had uitgenodigd. En op het duur werd dat dan maar uiteindelijk de norm. En het voordeel is dan, dat is wat tegenprestatie, is dan dat als de co-housers er ook bij zijn, dat zij dan de tap verzorgen of de hapjes ronddragen. Dat is eigenlijk wel wat de tegenprestatie. Die ondertussen wat gangbaar is, zou ik zeggen, als het gaat om feestjes 's avonds. Dus we kunnen online reserveren. En als er 2 mensen zijn die op hetzelfde moment het willen gebruiken, dan is het aan hun samen om in overleg te gaan en een oplossing te vinden. Dus dan gaat de groep zich daar niet mee moeien. Het is dus soms wel zo, als je eerst daarin staat, dan is het in feite voor u. Maar als je dan echt zegt van, voor mij is die dag ook heel belangrijk, dan is het maar een kwestie van daar samen over te spreken. En soms is het dan wel dat iemand de benedenruimte gebruikt en iemand de ruimte boven de lounge bijvoorbeeld. Ja. Of iemand het terras. Het is niet dat jullie neergeschreven regels hebben. Iedereen mag 3 keer en als je erover zit, is dan een andere. Het is echt... We hebben dat eigenlijk in het begin wel zo gezegd. We hebben in het begin wel gezegd van 3 keer per jaar echt privé. Maar we hebben dat nog nooit nagekeken. En ik zou eigenlijk ook niet goed weten. We hebben wel ook een heel uitgebreid huishoudelijk reglement. En dat is wel goed dat er is. Dus al die dingen staan wel op papier. En bijvoorbeeld, we hebben sinds november nog 2 extra bewoners. Dus voor hun was dat ook heel waardevol dat ze dat document hadden. Om toch sommige dingen die misschien bij ons ongeschreven regels zijn, dat zij toch een aanknoping hadden. Dus het zou kunnen dat erin staat. Maar er is eigenlijk niemand die erop let. En dat is eigenlijk nog nooit echt een groot probleem geweest. Maar er zijn bepaalde maanden die super druk zijn. Hè, voor het paviljoen te gebruiken, voor de eindejaarsperiode. In mei is er zeker altijd een hele drukke maand. Dus er zijn bepaalde maanden populairder dan andere voor het gebruik van het paviljoen.
Sarah, hoe gebeurt bij jullie het onderhoud en het poetsen van het paviljoen? Zijn daar ook afspraken rond? Ja, wij hebben een poetsvrouw die één keer in de week 4 uur komt en wij betalen die samen. En zij, dat lukt daar heel goed, omdat het paviljoen is een beetje zoals een vakantiehuis. Het staat niet zo vol met ornamentjes om af te stoffen, dus dat gaat eigenlijk behoorlijk goed vooruit. Er loopt u ook niemand voor de voeten, of dat valt toch reuze mee. En het is wel de afspraak, dat is een van de maandtaken, om het paviljoen kuis klaar te maken. Dus die persoon zet alle stoelen bijvoorbeeld naar omhoog, want een kuisvrouw die 60 stoelen naar omhoog moet zetten, dat is een hele dure kuisvrouw, als ze dat moet doen voor haar geld. En de kinderkamer moet opgeruimd zijn, zo die dingen, zodat ze eigenlijk zeer efficiënt te werk kan gaan. Dat zijn onze maandtaken, hè? Ja. Ik heb van jou een hoop lijstjes doorgekregen. Ik denk dat het in de andere projecten niet anders is. Ja. Als het gaat over bepaalde taakjes, of dan had ik dit doorgekregen van jou. Ja, inderdaad. Moet ik ze snel overlopen? Of? Ja, dat mag wel. Ja. Onderaan zien we denk ik de reservatielijst voor de maaltijden. Ja, dat is iets dat we van jou nog doorgekregen hebben. Dat was denk ik voor Podio in Vinderhouten gangbaar. Hè? Ja. Wij gebruiken dat nog altijd. Een Google Doc waar mensen kunnen inschrijven. Zo gaat het. Ja. Onze taakjes zijn dus... Je hebt de concierge, die gaat afsluiten. Dus elke taak duurt 1 maand. En de taak is per persoon, niet per unit. Ja. Het afsluiten van het paviljoen, er zijn zo nog dingen bijgekomen, zoals de parasols dicht doen. Dat is na 2 jaar is dat erbij gekomen. We hadden toen pas parasols. En dan dachten we maken daar, dat zou absurd zijn om daar een aparte taak van te maken. Dus dat is daarbij gekomen. De speakers weghalen van de branddeuren, die daar eigenlijk ook niet mogen zitten. Dat is dus de eerste taak. De turflijsten voor was en drank invoeren in ons financieel systeem is ook een taakje. De afvalcontainers. Wij hebben dus afvalcontainers die voor iedereen zijn. Ik vind dat nog altijd zalig. Als ik naar mijn werk rij en iedereen de vuilzakken zie buiten zetten, dan prijs ik mezelf gelukkig dat ik er maar 1 maand om de 2 jaar aan moet denken. Dat vind ik de max. Dan is er iemand die ook, dat is nog een ander afvaltaakje, het afval van in het paviljoen naar de containers moet doen. Dus die, als er een verjaardagsfeestje is geweest en uw kinderen hebben 700 pakjes opengemaakt, ja, dan gaat het zelf een keer naar de papiercontainer. Maar voor het dagelijkse afval is dat ook een taakje. De planten water geven. De gemeenschappelijke tuin opruimen, ja, daar staat bij, dat is het B-plan na de opruimkampioen. Want wij hebben wij ondervonden na een jaar dat wij heel de tijd de kinderen in een rommel achter hun gat waren aan het opkuisen. En we dachten, ja, zo gaan we ze niet kweken. Dus hebben we de opruimkampioen in het leven geroepen. En dat verandert wekelijks. Ja, daar zijn ze. Dus elke week hebben we een opruimkampioen voor binnen en een voor buiten. Hè, het boompje en het huisje. En dat zijn de kinderen die verantwoordelijk zijn om de andere kinderen in gang te zetten om dat boeltje op te ruimen. Dat was voor ons ook een ideale oplossing, omdat je dan ook de kinderloze units daarmee niet moet lastigvallen dat dat een maandtaak is. Want dat is zo absurd dat iemand zonder kinderen de rommel van de kinderen moet gaan opruimen. Het is al absurd dat je dat als ouder zou moeten doen. Maar kijk, en zo proberen we ze te kweken. En eigenlijk is er sinds dat we dat doen wel wat meer bewustzijn gekomen bij de kinderen ook. En ze zeggen ook tegen elkaar... Er zijn ook sommigen die echt komen aan de deur bellen. Kom je opruimen? Want we gaan nu opruimen. Anderen smijten hun daar zelf even op met de 2 anderen die daar dan rondlopen. Maar kijk, als het maar gebeurt. Ja. Kun je teruggaan even, want ik weet dat niet van buiten. Ja, ik wil even je lijstjes er terug bij halen. De frigo's nagaan op bedorven zaken is iets dat wel noodzakelijk is gebleken, zo na even, omdat er soms wordt daar iets vergeten dat je echt zelf niet meer weet dat je dat daar hebt laten staan. En voilà, dat is een taakje. Het paviljoenkuis klaarzetten, dat had ik al gezegd. Maar dus de kinderkamer opruimen is dus apart. Dat zou de opruimkampioen moeten doen. De stoelen terug naar beneden zetten is ook een taakje. En dan de was van het paviljoen doen. Dus dat is de was die gegenereerd wordt in het paviljoen. Dat zijn gewoon meestal de kuisspullen van de kuisvrouw, de handdoeken, de afwashanddoeken.
En de afwasvodden. En de gastendoeken die in de wc's ophangen. En dat is het eigenlijk. Ja. Wie de... Ja, voilà. Ja. Oké. Okay. Ja, super. Er waren ook veel vragen bij het gebruik van zo'n logeerkamer. Kathleen, jullie hebben een jullie hebben twee logeerkamers in Vinderhouten. Wie organiseert dat en wie is verantwoordelijk voor al dan niet proper lakens enzovoort? Ja, dus er zijn inderdaad twee logeerkamers. Twee keer enkel bed en dan deze kamer. En daar is ook een douche en een toilet apart. Dus in principe is dat dus ook gewoon via Podio te reserveren. Dus voorbeelden kunnen zijn, ouders die hier eens een paar dagen zijn. Of ik heb bijvoorbeeld zelf een neef die in Leuven woont. Als die dan naar ons komen met twee kinderen, dan slapen die daar. Maar in principe is dat ook gewoon geregeld via Podio. Dat je eigenlijk ook reserveert. We hebben ook al gehad dat hier mensen voor langere tijd verbleven zijn. Bijvoorbeeld iemand die recent gescheiden is en een tijdelijke oplossing nodig heeft. Of ja, iemand uit de ruime vriendenkring die erdoor zit en ergens een plekje voor zichzelf moet hebben. Dus dat is ook wel gebeurd al. En dan hebben we wel vastgesteld van ja, dat mag ook niet te lang duren. Dus één keer iemand die er vrij lang gewoond heeft. En dan gingen we eigenlijk als groep het paviljoen vermijden om die mensen niet te veel te storen. Die gebruikten dan ook de keuken. En dan vonden we dat dan wel wat de wereld op zijn kop. Nu denk ik dat het is dat we gezegd hebben maximum 3 maanden dat iemand daar kan verblijven. Wie is een logeerpartij verantwoordelijk om de ruimte te proberen? Eigenlijk is het gewoon, dus als er iemand slaapt, heeft er altijd iemand gereserveerd en die is dan verantwoordelijk. Dus in principe is het zo, als je nu de logeerkamer zult zien, daar liggen geen lakens op. En als ik morgen iemand hier laat slapen, dan moet ik de lakens daarop leggen en ook de lakens verwijderen naar de logeerpartij. En is mijn verantwoordelijkheid dat alles netjes achtergelaten is. Dus zo is dat eigenlijk heel, heel duidelijk. Wordt dat ook dan gewassen beneden in het wassalon. Dus er is een kast met voorraad aan lakens die alleen daar zijn. Maar zo wordt het geregeld. Ja, oké, merci. Veerle, jij zei daarnet dat maar 3 van de 6 gezinnen, denk ik, in jullie wasruimte wast. En jullie hebben hoeveel machines? Voor 2 wasmachines en 2 droogkasten. Ja. En ja, inderdaad, de gemeenschappelijke was gebeurt ook daar uiteraard. Hoe gebeurt de verrekening daarvan? Ook via Sanderus. Hetzelfde systeem eigenlijk als voor de drank en de afrekening van... per wasbeurt, ze hebben dat dan wel bestudeerd, hoeveel dat een wasbeurtje aan energie kost en dan afschrijving van het toestel en zo. Dus per droog... het is zelfs zo dat per temperatuur een andere prijs is dat je wast. Dus dat verrekenen ze eigenlijk alleen over een langere periode dan via de Sanderus ook nog altijd... We hebben hier een lijstje van Koolhuizing Oostakker, waarbij staat bij hoeveel graden je gewassen hebt. Ik denk dat in Vinderhouten is dat ook zo. Het type wasbeurt bepaalt ook de prijs. Ja. En is ook bestudeerd geweest. En ik denk dat bij jullie in Drongen waarschijnlijk niet anders is. Hè? Ja, inderdaad. Ja, en dan turven maar en dan een afrekening door het financieel team. Zijn er onder jullie die ook wasmiddelen delen of heeft iedereen echt zijn eigen fles staan? Ik zie Sarah schudden. Er is een duidelijke voorkeur voor geurtjes. Ja. Dus, maar wij hebben wel gezegd, er is een beperkte kastruimte, dus neem uw meest gebruikte wasmiddelen naar daar. En als je 700 flesjes hebt, ja, bewaar die dan thuis. Maar dat is geen probleem eigenlijk. Ja. En ik hoorde jou daarnet zeggen dat er in het weekend soms files ontstaan. Is het dan Robertje vechten en de sterkste die wint? Of hoe is het systeem bij jullie? Nee, de regel is dat als je was erin zit, dat je moet zorgen dat je wasmand ervoor staat. Zodat als jij hem er niet direct komt uithalen, want ja, we zetten we niet als een timer of zo, dat je de was eruit kunt halen die erin zit als hij gedraaid heeft. Dan zetten we de gewassen was gewoon opzij en dan steekt je was erin.
Dus het is aanvaard om iemand zijn was eruit te halen, zodat je de ruwe erin kunt steken. En dat is eigenlijk echt oké. Okay. Ja. Ja. Ja, misschien iets wat wel zeer positief is. We hebben Primus wasmachines. En eigenlijk, dus dat is hotfill. En dat maakt eigenlijk dat je gewassen hebt in een half uur. Dus dat is eigenlijk wel echt fantastisch. Waardoor dat eigenlijk er ook al bij ons, ik denk dat er toch wel een stuk of 12 mensen de wasmachines gebruiken. En we hebben eigenlijk maar 3 wasmachines en 1 droogkast. En eigenlijk, de zaterdagmorgen zouden we wel eens file kunnen hebben, maar niet overdreven. En wij zetten daar dan een speldje in, waar dat dan ook op staat, op zoveel graden wassen. Dat wordt niet zoveel gedaan, maar het uithalen van mekaars was wordt zeker ook wel veel gedaan. En wat wij ook wel doen met de afrekening, ik zag daar een vraag verschijnen. Dus de kost die wij rekenen, rekenen wij altijd een beetje meer dan eigenlijk de energiekost, om eigenlijk zo ook al investeringskost op te bouwen voor een nieuwe machine te kopen. Okay. En wij zijn ook gestart met het overkopen van de bestaande machines aan de op die moment de waarde van die toestellen. Dus de groep heeft die toen gekocht en die zijn deel van het paviljoen, omdat we dat zo hadden afgesproken met heel de groep. Maar nu zit dat dus in het waspotje, dat afschrijvingsgeld. En daarmee worden dan nieuwe machines gekocht, zodat de andere niet-wassers daar niet voor hoeven te betalen. Ja. Dan zijn we aangekomen bij het al dan niet turven. Dit is de legendarische koelkastinhoud van Cohousing Drommen. We hebben al een grotere ondertussen. Ik moet dringend nog eens langskomen. We hadden geen plaats meer voor ons eten te zetten. Maar dus er wordt inderdaad ook geturfd van wie neemt wat uit de frigo. En daar zijn ook categorieën. Zijn er dingen die gratis zijn bij jullie in het paviljoen, Veerle? Er is wel koffie en thee altijd aanwezig, sowieso. Allee, voor de werkdagen en zo. En ook als er collega's, like dat we zeiden, een teamdag organiseren, dan is dat er wel gratis. Ja. Nee. Kathleen, bij jullie, welke zaken kan je gratis komen scoren in het paviljoen? Ja, dus eigenlijk hetzelfde. Water en thee. Water ook. Water en thee en koffie. Dat is eigenlijk gratis. En voor de rest is er ook een drankvoorraad waar dat ook opgeturfd wordt met verschillende types. We wisselen ook al eens aan drankjes. En nu is er bijvoorbeeld ook een buurvrouw die kefir maakt. En ja, die biedt dat dan ook aan. Zo zijn er ook soms van die tijdelijke projectjes. Hebben jullie grote voorraden met grote diepvriezen en andere spullen? Vele knikt van nee. Nee, we hebben in het paviljoen echt maar een heel kleine diepvries. En eigenlijk moeten we dat niet aan om dat te gebruiken privé. En is dat vooral om zo brood dat over is van de werkdag of zo te bewaren dan voor de volgende keer. Of we hebben ook wel een klein moestuintje als er iets over is van groenten of zo. Maar eigenlijk, het is niet de bedoeling dat je dat voor je privé gebruikt. Het is voor gemeenschappelijk, maar dat is geen grote voorraad. Eigenlijk gewoon om te vermijden dat je verspilt en dat je dingen nog een keer de volgende werkdag dan kan opeten. Ja. Of soep of zo. Intussen zit Kathleen in de berging, zie ik. In de berging. Ja, ik denk dat jij live aan de berging verzorgt. Veel voorraad, moet ik zeggen. Ik denk dat dat een brouwerij op zich is. Ja, dat zal ongeveer iets zo zijn. Maar we zijn echt wel blij dat we zo geen grote bakken in ons huis moeten zetten, niet meer. Ja. Ja. En de diepvries, die wordt ook enkel voor groepszaken gebruikt? Of kan daar ook privéruimte ingenomen worden? Het is de bedoeling voor groepszaken. Maar er is wel al eens een verdwaald... Ja, hier, ik weet niet. De diepvries zit wel al eens een keer iets in van mensen privé, bijvoorbeeld een brood of zo. Maar eigenlijk is dat niet de intentie. Ja. We gebruiken die eigenlijk hoofdzakelijk ook dikwijls voor overschot van maaltijden, diepvries. En dan is dat heel dikwijls op de werkdag dat we die overschotten van die maaltijden opgebruiken. Ja. En Sarah, bij jullie... Zie ik af en toe ijsjesleveringen toekomen die dan Dat is echt
We zijn op dat idee gekomen toen we tijdens de werffase kwam de ijsman hier vaak langs. En wij dachten, oh nee, elke keer 40 kinderen die beginnen bedelen om een ijsje, niet met ons. Dus we hebben een grote vriezer gekocht en die zit eigenlijk vol ijsjes. En dat is wel zeer goed. Dat is succesvol. Ook niet goed voor de lijn, maar wel zeer succesvol. Maar wat wij hebben, en waarschijnlijk weet jij dat zelfs nog niet, Eef, is heel nieuw en recent. Wij hebben in de bovenberging, wat dus een donkere, niet gevloerde... Technische ruimte is, hebben wij een winkelke tegenwoordig. Ah ja, ik heb het zien passeren. Ja. Toch? We hebben dus onze eigen one eigenlijk hier. Dat zijn twee bewoonsters die dat echt de max vonden dat we dat zouden hebben. En die hebben dat over hun kop getrokken. En die zorgen dat wij altijd bevoorraad zijn met havermout, pasta, rijst, linzen. Even verduidelijken, Ona is een verpakkingsloze winkel. Ah ja, sorry. Dat is ja. Het concept, denk ik, hè? Dat je met je potje naar het paviljoen gaat. En daar er staan van die gigantische bakken havermout en basmati rijst en een weegschaaltje. En een eyepatchje daarbij. En wij gaan dan gewoon ons potjes vullen. En dat is eigenlijk de drukste ruimte in de coronatijd nu. Er staat ook zo'n pompje om onze handen te ontsmetten. Ja? Ja, maar en dat is... toiletpapier. Nee. En toiletpapier hebben we ook altijd. Zo van die, hoe heet dat? Ik weet niet meer de naam. Zo van die niet verpakte rollen, niet in plastic. Ja, dus wij moeten nooit stressen. We kunnen niet zonder eten vallen. Dat is onmogelijk. Fantastisch. Okay. Als ik aan buitenstaanders vertel dat er in de co-housing gedurfd wordt, dan zeggen die altijd, oh, je hebt altijd mensen die nooit durven. Hoe ga je daarmee om? Bestaat dat in de co-housing of is iedereen bloedeerlijk? No way. Je moet met iedereen hier nog een jaar of 50 over de vloer lopen. Dat gaat niet gebeuren. Ik geloof daar niet in. Ik geloof heilig dat iedereen durft. En anders zou ik hier niet kunnen wonen. Ja. Bij de volgende slide gaat het eigenlijk voornamelijk over atelierruimtes. En ik denk dat elk van jullie een atelier heeft. Ik hoor de fietsenmakers, schrijnwerkers enzovoort. Op welke manier kan er bij jullie... hoeveel materiaal delen jullie effectief? En hoe kunnen jullie ontlenen? Is daar een systeem voor of gebeurt dat eerder in overleg? Iemand tegenkomen en zeggen, ik heb de figuurzaag mee. Of is daar echt een systeem voor? Misschien Kathleen, ik weet niet of jullie in een atelier veel ontlenen. We hebben wel wat van in de tijd van de bouwfase zijn er een paar toestellen gemeenschappelijk gekocht. Gebeurt dat dan door iedereen samen? Of kan het ook zijn dat drie mensen samen een boormachine kopen? Ja, over het algemeen was vooral samen met de groep, maar hier en daar zijn er toestellen of bijvoorbeeld een barbecue hebben we ook eens met drie gezinnen gekocht. Maar dat is redelijk uitzonderlijk. En ook zo machines. Nu eigenlijk de grootste machines die wij gekocht hebben, zijn eigenlijk vooral voor de tuinhoek, bosmaaiers. We hebben nu heel recent een hakselaar gekocht en dat is altijd van heel de groep. En als je zelf iets ontleent... Dus in de berging daar, dus die je links van boven ziet, alleen het werkkot, daar is gewoon een whiteboard. En daar is de bedoeling dat je opschrijft als je een toestel ontleend hebt, wie en welke datum. Ja. En dus op die manier, als je het dan ook nodig hebt, weet je bij wie dat je moet aan de deur hangen om dan het toestel te kunnen hebben. En dat loopt eigenlijk heel goed. Dus in het kot zelf is een gewone werkbank. Dus denk vooral zo wat houtzagen, wat kastenbouwers, dat die daar vooral eigenlijk meest bezig zijn in het kot zelf. Ja. Sarah, zit jij veel in het kot of een atelier? Ik nooit, maar mijn man wel. Het is zeer genderspecifiek bij ons op de Hof. Het zijn de mannen. Ik ga dat systeem van dat witbord misschien wel pikken eigenlijk. Dat lijkt me wel, want ik hoor zo wel dat er soms wat frustratie is. Je hebt heel vlotte terugbrengers en je hebt dan vergeters. Dat lijkt mij wel iets. Maar bij ons is het zeker nog 2 jaar werfkeet gebleven en begint het nu pas echt vorm te krijgen. Ja.
Jullie hebben een schrijnwerker in de groep, Veerle. Dat helpt, denk ik. Ja, die heeft veel materiaal en allee, die heeft daar geen probleem mee om dat uit te lenen. En ook andere mensen op te leiden op werkdagen bijvoorbeeld, om die toestellen ook te gebruiken dan. Voor de groep dan, bijvoorbeeld voor die schutting, onze fietsenstalling is ook allemaal in zelfbouw. Gebeurt, er staat hier ook vlak voor mijn neus een betonmolen hier in de tuin. Dat is ook zo'n afdankertje dat hij ergens opgepikt heeft van in zijn verbouwingsperiode in zijn vorige huis. Dus dat, eigenlijk, momenteel hebben we nog niet echt geïnvesteerd in groot materiaal. En buiten misschien een grasmachine zonder snoer, want dat was echt wel nodig voor onze grote tuin een beetje te onderhouden, hebben we wel tweedehands een grote grasmachine met de groep aangekocht op benzine. Maar eigenlijk maken wij ook veel gebruik van Peerbuy bijvoorbeeld. In het kader van werkdagen doen we dan even een brainstorm na onze gemeenschappelijke maaltijd voor het weekend dan voor te bereiden, de werkdag. En dan gaan we op zoek naar wat dat we nodig hebben. Is dat een verhakselaar, een zeis voor de bloemenweide, korte weken. Maar echt grote investeringen in materiaal hebben we nog niet als groep moeten doen. En heb je ook al die deelplatformen, hè, waar dat we dan eigenlijk vlot gebruik van maken. Ja. Moet iedereen ook altijd meedoen met de aankoop? Of laten jullie een soort... Nee, dat is... In het geval van de grasmachine was dat wel zo. Maar daar wordt over gediscussieerd op de AV. Als er een aankoop gaat gebeuren, dan komt dat op de AV. Als dat iets groter is en als iedereen daar baat bij heeft, is dat meestal ook geen probleem. Meestal is die kost ook niet zo groot dat je deelt. Ja. Maar inderdaad, echt groot materiaal hebben we nog niet moeten grote investeringen doen op dit moment. Ja. Nog niet voor materiaal. Ja. Er zijn ook vaak het omgekeerde gebeurd. Niet alleen mensen die iets uitlenen, maar hoe gaan jullie om met de persoonlijke spullen in het paviljoen? Kunnen mensen daar hun eigen naaimachine of contrabas laten staan? Of, hoe gebeurt dat? Nee. Dat is duidelijk. Ja, nee. Dat wordt heel snel een rommelke. En zeker als je met zoveel gezinnen... Wij zijn echt met 16 gezinnen. En ook er zijn heel veel verschillende normen bij mensen van wat is rommelig en wat niet. En wij hebben mensen die heel erg houden van strak en proper. En je hebt mensen die daar totaal geen moeite mee hebben met wat rommel. Dus hebben we gewoon afgesproken, we doen dat niet. Ja. En we hebben er ook niet genoeg plaats voor. Ja. Maar ik zie wel, de foto rechtsboven is van jullie. Super georganiseerd allemaal. Hoe voorkom je dat daar nog ander waterspeelgoed bij gekipt wordt en plots een betonmolen in je tuin staat waar je geen zin in had? Het is zo dat Team Paviljoen houdt dat in de gaten. En bijvoorbeeld in de kinderkamer is het wel zo dat er heel vaak mensen zijn die zeggen dat speelgoed, daar speelt die van ons eigenlijk niet meer mee. We zullen dat in het paviljoen bij de kinderkamer. En je zag dat groeien en groeien en groeien. Maar dan gaat Team Paviljoen daar op een werkdag met 2 of 3 man, is dat dan een taakje van we gaan een keer door het speelgoed. En vaak zelfs samen met de kinderen van waar spelen jullie mee of niet. En dan wordt daar een keer kuis in gehouden, ook de kapotte dingen er een keer van tussen halen. En zo kun je dat eigenlijk wel behoorlijk in de hand houden. Zo. Ja, oké. Rechtsonder zien we een beeld van een ruilkast intern. Gebeurt dat bij jullie ook, Kathleen? Dat mensen... dingen aan elkaar doorgeven of dingen in het paviljoen laten staan als een soort weggeef? We hebben eigenlijk ook zelfs lijstjes ook op podio waar dat staat welke dvd's dat iedereen heeft of welke boeken. Maar ik moet zeggen dat dat precies niet zo superveel gebruikt wordt. Dus dat is dan een lijst van mensen privé hebben. We hebben hier in de lounge zeker wel heel wat gemeenschappelijke boeken en dvd's staan. Maar de praktijk is dus ook wel dat dat nogal oude zijn. En dus is zeker ook tijdens de werkdag iets wat geregeld een keer opgekuist wordt om dingen weg te doen. Wat wij wel ook hebben is een rek waar dat je dingen die je zelf weg wilt doen, kunt aanbieden aan de rest van de groep.
En dus dan mag er een maand staan en dan wordt dat eigenlijk meegenomen naar de kringloopwinkel of naar het containerpark. Ja. Dus dat doen wij nu wel. En dat werkt wel goed. Er zijn altijd wel dingen die dan voor een ander gezin nog kunnen. Maar inderdaad, zo dingen achterlaten in het paviljoen, we hebben dat zeker in het verleden al wel gedaan. Maar het is wel ook belangrijk dat een team paviljoen dat wel in doog houdt. Want inderdaad, er zijn ook wel altijd verschillende meningen over voor iets wel of niet kan dienen. Dus in principe is het zo, als je dat wilt doen, dat je dat eerst eens op het forum zet van ik heb dat staan, zou dat goed zijn om in het paviljoen te gebruiken? Ja, dan nee. Dat is eigenlijk wel de bedoeling dat je dat doet. Ja. Is het ooit al gebeurd dat er geen zorg gedragen werd voor iets gemeenschappelijks? En dat daar, hoe lossen jullie dat op als groep? Hoe gaan jullie daarmee om? Dingen die stuk gaan of dingen die verslijten meer dan... Of mensen die onachtzaam met gemeenschappelijk grief omgaan? Ja, dat is heel, heel verschillend van wat het is. Bijvoorbeeld als dat bij de kinderen is. In de kinderkamer wordt er duidelijk minder zorg gedragen voor het speelgoed dan dat ze dat thuis doen, omdat dat niet echt van iemand is. En dan wordt dat besproken op de kindervergadering, wordt dan nog een keer aangehaald. Op de Zoho, het platform, wordt dat dan nog een keer gevraagd van kijk, ik heb dat gezien, kan iedereen echt alsjeblieft nog een keer daar extra zijn kinderen vragen om daar aandacht voor te hebben. En bij volwassenen ook, van mannen nog een keer daaraan herinneren, zijn daar nog eens wat voorzichtiger mee of... Maar zo meer dan elkaar daar gewoon een keer op wijzen. Als dat echt heel uit de spuigaten uitloopt, zou dat wel op een AV komen als puntje. Maar ja, dat is eigenlijk nog niet echt voorgevallen. Ja. Oké, zoveel te beter, denk ik. Ze zijn al een paar keer ter sprake gekomen, de kinderen. Daar kunnen we denk ik een hele avond over vullen. Maar wat zijn de afspraken rond de kinderen in de gemeenschappelijke ruimte? Mogen zij daar zomaar binnen gaan? Zijn daar afspraken rond of niet bij jullie velen? Bij ons is vooral het atelier de ruimte waar ze niet ongevraagd binnen mogen. Ik moet zeggen, de kleuters houden zich daar wel aan. De lagere schoolkinderen al wat minder. Allee, die weten wat dat daar ligt en gaan ook wel snel een keer iets gaan halen. Maar over het algemeen kunnen ze ook zelfs zonder supervisie in het paviljoen spelen. Is er wel iemand in de buurt natuurlijk, maar is er niet per se altijd iemand bij. En eigenlijk mogen ze zelf naar het paviljoen. Staat daar geen limiet op, behalve de atelier, omdat er wel zwaarder materiaal en zaken staan waar ze niet moeten aankomen. Maar dat is niet gelimiteerd. Ze mogen spelen in het paviljoen. Meestal na de gemeenschappelijke maaltijd scheiden we ons wel en gaan de kinderen in de kinderkamer en blijven de volwassenen meer tafelen. En dat is ook wel goed voor de decibels bijvoorbeeld. Ze kunnen nogal zeker na school veel lawaai maken en zo. En dan is het wel goed dat we ze kunnen in de kinderkamer een beetje rustiger laten spelen. En dat de volwassenen kunnen verder babbelen met manieren. Mm. Maar eigenlijk echt plaatsen waar ze niet mogen komen. Meestal, het is altijd een moeilijke voorbeeld als je iemand anders, zijn kinderen... dingen ziet doen die voor jou niet door de beugel kunnen en zo, want dat is ook wel een issue. Bijvoorbeeld nu, in coronatijden, zien we elkaar ook wel redelijk vaak en spelen de kinderen ook wel nog redelijk vaak samen ook. Buiten de trampoline en zo zijn er ook wel regels dat ze bijvoorbeeld niet met meer dan 3 tegelijk mogen springen op de trampoline en zo. Dus er zijn wel regels en als volwassenen moet je iemand anders zijn kinderen ook kunnen aanspreken of terecht wijzen. Maar echt heel, heel duidelijke regels. De kleuters zijn zo nog net iets te klein om zo echt gesprek te voeren. Zo duidelijke richtlijnen werken wel, maar het is niet dat je zo mee in discussie kan gaan. Hè. Dus
met de lagere schoolkinderen gaat dat wel al beter dan met de kleuters. Eigenlijk, om duidelijke afspraken te maken. Maar dan is het ook uw taak als ouder om te zien dat uw kleuters zich ook wel gedragen opruimen en dergelijke. Ja. En niet komen waar ze niet mogen zijn. Hè. Maar er wordt ook een soort van verantwoordelijkheid bij de kinderen zelf gelegd door samen afspraken te maken. En eigenlijk wijzen ze elkaar ook wel vaak terecht, hoor. Op zich is er wel een groepsmentaliteit tussen de kinderen ook. Houden ze het zelf wel ook een beetje onder controle, hoor. Ze zijn het zijn verschillende karakters ook. Dus de ene is al wat plichtsbewuster dan de andere. En ook de grotere en de kleintjes soms ook wel terecht wijzen of meer begeleiden. Gebeurt ook wel. Ik denk dat dat iets is wat de anderen kunnen herkennen, of is het anders bij jullie? Bij ons is de afspraak dat ze niet in het atelier mogen, dat is hetzelfde, en niet in de werkruimte. Maar ze mogen vrij naar het paviljoen, naar de eetzaal en zo. Natuurlijk, als ouder weten ook, ken u Pappenheimers, onze kleinste, die heeft daar de eerste 3 jaar niet alleen binnen gemogen. We hebben daar iets meegemaakt met heel veel schuim en oregano op het schuim, in de pombak en veel schuim. Die was toen toch binnengeglipt en dan weten dat hij naar dingen gaat uit. Dan gaat hij mee. Dus dan maakten wij met onze eigen kinderen afspraken van kijk, niet zonder ons en nu kan dat wel al. Maar er zijn op groepsniveau, over leeftijden wel of niet, zijn daar geen afspraken gemaakt. Enkel die 2 ruimtes zijn uit een boze. Dat betekent dat, dat jullie paviljoen altijd open is voor de kinderen? Vanaf wanneer gaat het op slot? 10 uur. 10 uur, ja. En dat is dan de sleutelshift. In Vinderhout is dat gelijkaardig, denk ik. Dat het paviljoen afgesloten wordt, Kathleen. Kathleen is even aan het kijken wie aan het afsluiten is. Misschien bij ons, wat wij wel ondertussen hebben, is ook een kinder-AV. Dus dat gaat al wat jaren mee. Dus vanaf het eerste leerjaar is er eigenlijk een kinder-AV. Dat is wel een hele uitdaging om zo'n 30-tal kinderen... Kathleen is even weg. Oké. Maar denk ik, tenzij Kathleen terugkomt, dat we misschien nog even over de... Velen gaat het paviljoen bij jullie op slot op een bepaald uur? Ja, dat is ook de maandelijkse shift eigenlijk. Wij schuiven op per huis. Is er vuilnisbakken buiten zetten? De kipjes eten geven valt die maand voor jullie? En ook het afsluiten van het paviljoen is dan je taak. Dus eigenlijk ben je om de 6 maanden verantwoordelijk voor al die dingen. Een beetje de conciërge inderdaad van het terrein. Maar daar staat geen uur op. Het is eigenlijk gewoon checken als je zelf gaat slapen of zo. Dat alles afgesloten is. Zijn er ook regels rond het vanaf wanneer het stil moet zijn in en rond het paviljoen? Of? Is dat gewoon... Nee, want de leeftijden zijn wel wat verschillend. Nee. De jongsten gaan al rond 7:30 gaan slapen. Ja, maar ik heb het al eerder over algemeen, dat jullie zeggen rond 10 uur moet alles stil zijn op het terrein? Of? Nee, daar zijn nooit afspraken. Eigenlijk, dat gaat vanzelf. Hè. Als er nog kinderen buiten spelen later in de zomer, dan weten die dat wel, dat die daar rekening mee moeten houden, dat er jongere kinderen zijn ook. Ja, en stel dat er een probleem is, dan spreek je de ouders gewoon op aan. En kan je daar afspraken over maken dan. Hè. Ja. Sarah, bij jullie ook? Geen politiecontrole 's avonds om 10 uur? Nee, en wij zijn ook geen grote fuifbeesten. Hè. In Vinderhout wordt er al vaker eens gefuifd, maar dat is bij ons eigenlijk totaal niet. Dus je hebt heel veel verschillen ook... Van groep tot groep, denk ik. En dat is bij ons nog nooit aan de orde geweest. En het is zoals dat Veerle zegt, als dat nodig is, dan breng je dan een keer op een AV en dan maakt een afspraak. Ja, oké. Wat ook verschillend is, denk ik, groep per groep, is dat er mensen zijn die heel veel in dat paviljoen zitten en ook mensen die je quasi nooit ziet. Doen jullie daar iets mee als groep? Lokken jullie mensen naar het paviljoen? Of nodigen jullie die uit? Of praten jullie daarover? Of is dat iets wat jullie... Zeg je, nee, dat is privé. Iedereen beslist dat zelf? Bij ons is dat redelijk iedereen beslist voor zichzelf, want niet elk type activiteit spreekt altijd iedereen aan.
Allee, ik kan mij inbeelden, de yoga bijvoorbeeld. Ja, de mensen die dat niet interesseert, die hoeven zich zeker niet verplicht te voelen. Wij zijn nu ook begonnen met optredentjes af en toe. Zo huiskamerconcerten uiteraard. En dat konden we dan ruim op voorhand aan. Wie dat er wil komen. En dat is gewoon heel open. Hè. Kom je maar een half uurtje af of helemaal niet, dat maakt niet uit. Je bent welkom en dat is heel duidelijk. En als je daar geen behoefte aan hebt, dan word je daar ook niet op aangesproken of nagekeken of zo. Iedereen heeft zijn eigen interesses ook. Hè. Ja. Okay. Dus daar voel je echt geen druk of zo om daarbij te wonen of al dan niet. Maar het is wel zo, als jullie voelen dat je mensen al heel lang niet meer gezien hebt, dat je echt zou durven checken of alles oké is? Of? Ja, dat gebeurt. Maar ja, sowieso zie je elkaar wel toch. Allee, weet je wel wat er gaande is, omdat je elkaar wel ziet. Eigenlijk gebeurt dat niet echt. Ik heb het nog niet meegemaakt alleszins dat er radiostilte of zo was. Dat de ene wat actiever zijn dan de andere is normaal, hè, denk ik. Of meer betrokken of meer geëngageerd. En dat is ook niet erg. Ik weet bijvoorbeeld uit Vinderhout, ik denk dat Kathleen weggevallen is, dat je daar ook officieel een soort van time-out aanvraagt. Dat wil zeggen, als je het even heel druk of je gaat opnieuw gaan studeren, dat je kunt zeggen van mannen, je gaat mij even iets minder zien, omdat ik het heel druk heb bijvoorbeeld. Ik weet niet, Sarah, wil bij jullie ook Ik denk dat dat zeker een mogelijkheid zou kunnen zijn, maar dat is nog niet aan de orde geweest. Ik denk ook dat je, like dat Veerle zegt, dat je dat aan heel veel andere dingen ook ziet. Als het ergens niet gaat of als het ergens met iemand niet goed gaat, dan is het meestal niet doordat die ineens niet meer naar etentjes komen, maar dan zie je dat al lang op de nofs. Ja, en meestal spreken ze dat ook wel uit van, ja, je moet ermee. Allee, wij hebben het ook al gehad dat er een ziek familielid was of zo. En dat ze dat dan ook gewoon zeggen van, ja, als ik wat minder loop en al, je moet er niet per se naar vragen. Het gaat momenteel wat minder, maar respecteer dat. Die zei dan ook wel specifiek van, je moet er niet te veel naar vragen. Dus dat kan je ook. Hè. En iedereen is daar heel begripvol in en zeker niet pushy. En of dat je dat dan zegt of niet, ja, dat is je eigen keuze. Ja. Maar ja, uiteraard voel je wel ergens een verbondenheid met die mensen, maar daarom ga je ze niet per se privé heel snel gaan aanspreken. Ik vind ook, we zijn goede buren, maar daarom niet per se beste vrienden of zo. Dus is dat niet altijd jouw plaats ook. En denk, als het echt zichtbaar is of dat er echt iets aan de hand is, dat je dan wel zou ongerust zijn en misschien checken. Maar eigenlijk denk ik dat niet zo ver al gekomen is. Ja. Er kwam al een paar keer aan bod. Den Hof, minstens even belangrijk bij Coasing als ontmoetingsplek. Daar gebeuren ook een aantal zaken. Moestuinen en kippen bijvoorbeeld. Hoe gaat dat? Wie onderhoudt die? Wie zorgt er voor de kippen? Wie krijgt er de eieren? Enzovoort. Sarah, jullie hebben... rechts zijn jullie kippen. En die heet heel toepasselijk Bluts en Buil. Ik weet niet of die nog leven. Nee, jong. Die zijn schielijk heen gegaan. Ai. Dus het is een in memoriam voor Bluts en Buil. Ja, mijn hartje bloeit als ik ze zie. Sorry, Sarah. Maar sinds na Bluts en Buil hebben we dus wel een elektrische kot. Allee, dus de vos kan er niet meer aan. Ah, zo, ja. Ja. Nee, bij ons is dat is dat vrijwillig. Dus er zijn een aantal gezinnen die deelnemen aan de kippen en een aantal niet. En degene die zorgen, dat is mij een wekelijkse beurtrol. En de regel is, wie de kak kuist, krijgt de eieren. Dus die week zijn de eieren voor u. Maar alle buren mogen wel hun etensrestjes gaan bij de kippen smijten en een keer passeren en er een keer mee babbelen. Maar dat is de afspraak. Ja,
Oké. Okay. Hebben jullie een moestuin ook? Enkel voor de liefhebbers? We hebben een moestuin. Dat is, vorig jaar is er zo hier en daar zo wat overschotjes van voorgezaaide dingen ingezet. En gemerkt dat er dan zo een beetje een plukschroom is. Also van, ja, ga ik dat nu toch niet plukken? Want ja, dan heeft niemand anders. En oh ja, er is hier nu één komkommer. Ja, zo dat. Maar ja, weet je, de plukt daar dan wel iemand een keer. Wij gaan naar de boer plukken. We hebben zo een zelfplukboerderijtoestand. Dus voor, wij plukken daar dan niet. Maar nu is er wat meer ingezet op kruiden. Zodat je dan zo wat meer... dat iedereen er zo wat van heeft. En je hebt hier twee mensen die heel graag moestuinieren. Die zijn daar bijna heel een tijd in bezig. Dus zij plukken daar dan ook wel wat meeste van. Dat is ook heel logisch. Ja. Maar daar is niks over afgesproken. Dat gaat zo heel... Ja... organisch. Nee, mooi. Houden ja. Zo. Ja. dit is een foto van Koazing Drongen, die bijna weer zo in bloei staat, denk ik. Ja, 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 het begint te komen. De voorbije twee weken komen de eerste bloemetjes toch piepen. Ja. Maar het is vooral de fietsenstallingen die onze aandacht trekken, want heel veel groepen hadden de vraag, hebben jullie vaste fietsenplaatsen? Wat doen jullie met speciale fietsen? Ja, onze fietskarren en zo, we proberen dat wel tot een minimum te beperken, maar we hebben eigenlijk veel te veel fietskarren sinds het begin van het project. Bakfietsen en zo zijn er nog niet, maar ik denk dat als de kleuters wat groter zijn, dat de fietskarren wel zullen vervangen worden door fietsen. Ja, wel grote fietsen. Maar ja, wij hebben eigenlijk niet allemaal een even groot deel of zo gekregen in de fietsenstalling. Het is niet dat elke unit een gereserveerde plaats heeft of zo. Voorlopig lukt dat nog. Maar de kinderen en al beginnen ook meer en meer fietsen te krijgen en meer te fietsen. Dus ja... Voorlopig werkt dat nog zo als je neemt de plaats dat je nodig hebt. En ik denk dat dat nog wel een eindje zal duren. Kleen, bij jullie zijn er ook deelbakfietsen en deeltandems enzovoort. En jullie hebben wel een vaste plek, dacht ik, hè? Ja, we hebben elk ons vast stuk. Dus als je het is een beetje gelijkend met de fietsenstalling van Koazing Drongen. Dus elke unit heeft zo bij wijze van spreken een blokje. Dus waar dat je eigen fietsen in staat. We hebben hier ook een degagesysteem. En daar zitten auto's in, maar ook een paar deelfietsen. Maar die deelfietsen zijn uiteindelijk van mensen privé. Dus die staan eigenlijk vooral bij hun. Nu hebben we wel nog twee units bijgebouwd. En dus onder die units zijn ook nog bergingen. Waar daar nu ons leeggoed van bier staat en de afval en zo. En daar is nu ook een ruimte voor deelfietsen. Of ja, dat is nu een beetje sneaky. Degene die een schone elektrische fiets hebben. Zo die eerste maanden, die zetten die daar soms in plaats van in de open fietsenstalling. Ja. Oké. Okay. Sarah, bij jullie is het ook denk ik met een vaste plek in de fietsenstalling, hè? Ja, ongeveer. Ja. Oké. Okay. En we hebben dat berekend op het maximum aantal fietsen dat we ooit dachten te hebben. Dus we zijn echt uitgegaan van de kinderen met een volwassen fiets. Ja. Om dat te berekenen. Om niet zo genepen te geraken op een duur. Ja. Oké. Okay. Er zijn intussen ook een aantal vragen binnengekomen via de chat. Een van de zaken die ook aan bod kwam is... hoe gaan jullie om met ongewenste bezoekers zonder een bordje te hangen? Hier waak ik. Dit is een foto die ik van Kathleen doorgekregen heb in Koas in Vinderhuizen, waar ze gewoon een bord vooraan de site geplaatst hebben met wat meer uitleg over het project. En ik denk dat daar, Kathleen, voldoende is om aan mensen duidelijk te maken dat ze een privéterrein opkomen. Ja, dat is wel geregeld iets geweest waar dat sommige bewoners toch wel een beetje irritatie rond hebben. Dus ja, je hebt altijd mensen die toch op ons terrein komen fietsen en dan zo toch doen alsof dat hun neus bloedt. Dus er zijn zeker zo periodes geweest, ook ondanks het bord.
Dus ja, dat, nu natuurlijk is dat niet aan de orde. Maar hier vragen we ook wel duidelijk van, ja, het is privé. Ondertussen is dat groen dat je hier ziet allemaal volgebouwd. Dus we zijn nu eigenlijk bijna niet meer zichtbaar van op straat. Ja. Dus ik denk dat dat nu wel zal helpen, dat mensen niet zomaar niet meer ons terrein opgaan. Ondertussen denk ik dat ons project ook wel gekend is. Dus degenen die daar nieuwsgierig naar waren, die hebben er dan wel eens geweest. Dus ja, het blijft wel dat misschien mensen die passeren met de fiets of van gehoord hebben, ja, hebben we toch wel geregeld gehad dat die dan eens rondfietsten en zo en dan wel eens moesten aanspreken. Maar we zijn wel voor zo'n type bord eigenlijk, om het duidelijk te maken. Ja. Sarah, bij jullie staat er wel duidelijk aangegeven dat het privédomein is. Ja, wij hebben het nadeel dat wij... Onze ingang is aan het einde van een doodlopende straat en onze tuin is de shortcut naar de Dampoort. Dus er zijn heel veel mensen die dat graag zouden gebruiken. Er zijn ook heel veel wandelaars die merken, ah, het is hier een doodlopende straat. Ah, maar we kunnen precies wel langs hier. Oh, maar dat ziet er hier tof uit. En die dan toch nog een keer oversteken. Het mijn neusbloedverhaal herkennen wij ook zeer goed. En dan ja, steken wij gewoon elke keer hetzelfde dingsken af. Goeiedag, komt u op bezoek bij iemand? Kan ik u helpen? Ah nee, ah, maar dit is eigenlijk onze tuin. Ah echt? Maar dat wisten we niet. Ja, dat is echt elke keer hetzelfde. Maar ja, ja. Kijk, nu in coronatijden piekt dat enorm, want iedereen gaat ineens op wandel. Maar kijk, ja, dan doe je gewoon dat babbeltje op een vriendelijke manier. En ja, kijk. Okay. Daarnet kwam het huishoudelijk reglement even aan bod bij Kathleen. Er is een vraag hoe ver je daarin moet gaan en hoe snel je dat klaar moet hebben. Sommige mensen zeggen dat het zo gedetailleerd mogelijk moet nog voor je verhuist. En anderen zeggen, ja, nee, wacht even. Bekijk eerst hoe dat eerste jaar marcheert en maak dan een huishoudelijk reglement. Sarah, hebben jullie een huishoudelijk reglement? Zeker. Ja. Maar vraag mij niet wat erin staat. Nee, dat is, je schrijft dat in de bouwfase, op het moment dat je over heel veel dingen babbelt, omdat er nog niks te verven valt. En dan heb je, denk ik, daar ook wel tijd voor. En ik denk ook wel dat het heel belangrijk is om alles aan te halen en zoveel mogelijk op te schrijven. Al is het maar om te weten wat er leeft in de groep. Dat is iets dat wij vaak zeggen, misschien was een extra jaar bouwfase niet slecht geweest voor onze groep. Langs de andere kant hadden wij toen getekend voor nog een jaar bouwfase. Nee, je wilt daar zo snel mogelijk wonen natuurlijk. Maar groepsgewijs is het denk ik wel wijs dat je dat huishoudelijk reglement samen bouwt. En dat je het eigenlijk kunt vergeten, op het moment dat je verhuist, dat je dat hebt, zoals wij. En dat je daar in nood, als je echt zo op een punt komt van wat gaan we hiermee doen, dat je dan een keer terug kunt verwijzen naar waar je eigenlijk wel al eens heel hard over gebabbeld had in de bouwfase. Wat niet wil zeggen dat je dat dan helemaal moet volgen, want dan kun je het nog altijd op tafel gooien, maar dan heb je een startpunt waar je eigenlijk als groep al echt over gebabbeld had. Dus ik denk dat het zeker wijs is om het wel al zo grondig mogelijk te doen voordat je verhuist. Is er iets nog niet helemaal afgesproken, dan zal dat waarschijnlijk ook niet iets zijn waar 700 meningen over zijn. En als die er wel zijn, dan stel ik voor dat je dat eerst behandelt. Want dat is toch wel belangrijk als groep. Andere, op zijn minst over te babbelen. Ja. Ja. Er is ook een vraag over deelauto's. Hoe worden er bij jullie auto's gedeeld en op welke manier? Veerle? Wij gebruiken Cozy Car, maar uiteraard, ja, de meeste van onze gezinnen hebben wel één wagen. Wij hebben er twee en ik gebruik die. Ik heb die nog van voordat we in de co-housing woonden. Maar ik deel die met mijn buren en daar wordt eigenlijk wel veel gebruik van gemaakt. Zeker allee, periodes dat in de werkweek ik pendelde. Dus ik gebruikte eigenlijk vooral mijn wagen voor boodschappen in het weekend of in de week als ik thuis werkte. Wij gebruiken Cozy Car en ik deel enkel mijn wagen met mensen die ik zelf kies. En dat zijn dan in de praktijk eigenlijk gewoon mijn buren die dat wel voor verplaatsing, voor hun werk en zo gebruiken, voor huisbezoeken te doen. Ook op werkdagen wordt hij gebruikt, want hij heeft een trekhaak. Dus dat wordt dan ook al de groep die dan mijn auto gebruikt bijvoorbeeld. En dat is met een kilometerprijs afgesproken. En dat werkt eigenlijk heel goed.
Dat is gewoon een WhatsApp-groepje met de Kia van Veerle. En ja, ze zeggen dan morgen zou de Kia nodig hebben van 8 tot 10 of heel de dag. En dan zeg ik oké. En dan vullen zij hun kilometers in. En dat wordt gewoon met de Sanderus afgerekend. Dus ik ben wel lid van Cozy Car, gewoon voor alle informatie en rekentools en zo te hebben. Maar eigenlijk de afrekening gebeurt ook gewoon via de Sanderus. Per kilometer. Katrien, bij jullie zijn er ook mensen die samen een wagen aangekocht hebben? Er zijn ook elektrische auto's? Ja, dus we hebben, wij zijn ondertussen lid van Degage. We hebben ook andere systemen gehad, maar nu zijn we bij Degage. En is dat wel goed. We hebben ook een paar jaar 2 auto's, elektrische auto's, van UGent op proef gehad. En dan daarna konden we dan 1 overkopen. Dus er zijn een paar mensen die dat samen gedaan hebben. We hebben ondertussen nu nog een elektrische auto aangekocht met een deel van de groep. Wij hadden eigenlijk op een bepaald moment te weinig auto's. Ondertussen zijn hier denk ik toch wel een stuk of 4 gezinnen die gewoon geen auto hebben. En die dus wel deelauto's geregeld gebruiken. Dus dat was er wel een tekort. En dan is er nu met een subgroepje. Ik moet zeggen dat ik daar zelf niet zo in betrokken ben. Omdat we eigenlijk een van de weinigen zijn met 2 auto's. Maar een elektrische auto, een vrij grote eigenlijk zelfs, is ook aangekocht met een stuk of 4 samen. En die zit ook gewoon in het Degage-systeem. Ja. Sarah, jullie werken ook met Degage, dacht ik. Hè? Een aantal auto's die gedeeld worden. Ook in de ruimere buurt. Hè? Dus voor mensen in het project, maar ook... We hebben een uitzondering van de stad gekregen om onze aantal parkeerplaatsen terug te dringen, omdat de helft van ons plein gebetoneerd ging moeten worden. En in ruil moesten we veel fietsenkoten zetten. En... deelauto's gebruiken. En op dit moment zijn er 3 units zonder wagen en 3 deelauto's die in Degage gedeeld worden. Dus niet alleen met mensen op de Hof, maar eigenlijk en vooral eigenlijk met mensen buiten de Hof. Ik vind dat wel tof om zo'n link te hebben buiten de cohousing met andere buren van dichtbij. Ja, ik kan Degage 100% aanraden. Zalig. Ja, oké. Een andere vraag was of er een ruimte is aan jullie paviljoen dat eigenlijk minder gebruikt wordt en dat jullie, van dat jullie zeggen, dat hadden we toch misschien anders moeten doen. Nee, eigenlijk. Dus jullie hebben daar allemaal heel goed over nagedacht. Ja, bij ons is dat ook wel buiten de atelier misschien. Dat is een redelijk donkere, krappe locatie. Dus het is niet dat daar echt... Als workshop wordt gebruikt, maar eerder als vuile ruimte voor alle toestellen en zo te bewaren die dan vooral buiten gebruikt worden. Maar eigenlijk, de atelier wordt niet erg intensief gebezigd om echt in te werken. Het is vooral een opslagplaats geworden, eigenlijk, ons atelier. In de praktijk. Ja. Ik vind dat die ruimtes ook wel variëren naar gelang het seizoen en naar gelang de evolutie van de leeftijdsgroepen ook. Dus we hebben hier aan de eetkamer, aan de eetzaal, een kleine ruimte voor te spelen. Dat is eigenlijk vooral voorzien voor kleintjes. Ja, wij groeien een beetje uit de kleine kinderen. We hebben maar 3 kleutertjes niet meer, of misschien 4. Die evolutie die gaat er dan wel zijn, dat dat weinig minder en minder gaat gebruikt worden. Dus dat zou kunnen dat we dan daar toch eens iets anders als bestemming aan geven. We hebben ook een muziekruimte, annex sportruimte. Daarin staat ook bijvoorbeeld een loopband die van iemand privé is. En de anderen mogen daar gebruik van maken met bijdrage van 30 euro per jaar. Dus dat is zoiets dat ook gebeurt. En... ook zo, ja, de logeerkamer, soms wordt dat weer wat intensiever gebruikt. En dan soms zelfs maanden niet. Dus ja, er zit wat fluctuatie op. Maar om nu te zeggen, er is echt een ruimte die niet veel gebruikt wordt. Dat is eigenlijk niet zo. Ja. Er komt ook een vraag naar het leveren van pakketjes. Hebben jullie een speciale brievenbus? Of worden die gedropt in het paviljoen? Of moet de postbode echt bij elk individueel gaan aanbellen?
Bij ons is dat in de gang van het paviljoen. En dat is super handig, echt. Je kunt ook wel zien dat er veel online geshopt wordt. Want er zijn elke dag pakjes van allerlei formaten en leveranciers. En het is ook ideaal om dingen te leren kennen. Zo van, ah, pit, ah, wat is dat? Ah, en dan de volgende keer staan er ineens 4 dingen van pit. En dan doen jullie een oproep om een groepsaankoop van bij pit te doen. Ja. En als je ooit een containergrootte voor papier en karton moet kiezen, moet je dus de grootste kiezen. Maar dat doen wij dus ook wel inderdaad daaraan gelinkt. Wij doen heel veel samen aankopen die daar inderdaad uit voortvloeien. Er is altijd wel een lijst van kudzu die loopt en een lijst van... ja, ik weet niet wat allemaal nog, maar ja, van, we bestellen samen bloembollen van veld en plantjes van Natuurpunt. En dat is standaard. Ja. Er worden ook tips gevraagd van waar hebben jullie meubels gehaald? Kunnen jullie goede leveranciers voor stoelen en tafels en andere aanraden? Zonder Zweedse meubelgiganten te noemen. Denk er gerust nog eens over na, als jullie er straks... Bij ons is het nog allemaal kringwinkel, alleszins. Het is nog allemaal tweedehands voorlopen. Daar hebben we nog geen grote... Maar ja, uiteindelijk, we zijn met 12 volwassenen en 9 kinderen. Is dat nog doenbaar om een beetje mix en match te doen? Maar de grote investering in echt degelijke, stapelbare stoelen en zo, dat is voor dit jaar gepland. Ja. Dus we houden het al 2 jaar met retro, tweedehands stuff eigenlijk. Ja, oké. Okay. Maar het moet niet allemaal in één keer gebeuren. Dat je de komende jaren niet verveelt. Nee, voilà. En het paviljoenteam heeft nog werk voorlopen. Oké, okay, dat was het. Ik wil jullie graag nog meegeven dat als jullie templates nodig hebben van lijstjes en turfbladen enzovoort, en de Salerius is bij de meeste mensen wel gekend, dat jullie altijd bij ons terecht kunnen. En dat wij ook een Facebookgroep hebben, dat heet Coalescing Community. En daarop kunnen ook allerlei van dit soort vragen gesteld worden. Want daar zitten enkel leden van onze projecten bij. Dus dat zijn mensen die ofwel wonen in een van onze projecten, ofwel aan de slag zijn in een van onze projecten. Dus dat kan ik zeker ook aanraden om jou daar lid te maken. Zodoende dat je dit soort vragen ook altijd rechtstreeks aan mensen kan vragen. Ik bedank jullie voor die aandacht. Dat het belangrijk was voor jullie. En dan wens ik jullie nog een fijne avond en heel veel bal en ontwikkelplezier met al jullie co-housingprojecten. Zo, dit was hem, de masterclass Wonen in Co-housing. Mijn bijzondere dank gaat uit naar onze 3 enthousiaste paneleden. Wil je graag meer weten over cohousing? Surf dan naar www.cohousingprojects.be en misschien vind je er meteen de woning van je dromen. Bye!